Nou, daar gaan we weer. Verder met dit prachtige boek. Dat heb ik dus gekregen van uit de erfenis van de ouders van mijn vader. Mijn vader heette Franciscus Alexander Winkel. En hij heeft dit boek gekocht. Hij had nog veel meer van A.M. de Jong. A.M. de Jong. Ik denk dat het die A van Anna is en die M van Maria, denk ik. Gewoon een gokje. Gelijk een mooi boek. Het is gelijk duidelijk waar het over gaat. Zo ziet het eruit. En dit boek, dat kostte toen, dat was 4 euro. Toen. Wat je nu over 3 euro moet misschien zeggen. 3 euro of zo kocht je dat toen. Heel boek, helemaal prachtig gemaakt. Nou, dit boek, dat kon ik aan mijn dochter nooit voorlezen. Ik ben hoog uitgekomen tot daar ongeveer. En toen zei ze, pap, hou maar op. Je moet respect hebben voor je kind, toch? Maar jullie zijn geen kinderen meer, dus... Even kijken waar we gebleven waren. Met mijn bult en een neerlinnige lappen. Ja, precies, hier zijn we gebleven. Zeker Etske Tak, of ouw ventje, gij achter me ons schellen, in min, en in ikke, en in ikke, mee min kruk, no you slaan. Daar waren we gebleven. Emotioneel boek, dus niet voor niks dat mijn dochter dit niet voorgelezen wilde hebben. Etske Tak, krijg het je? Nee. Dat kon de kromme natuurlijk niet spelen. En ouw ventje, dat was veel te flauw. En daar moest je bovendien met meer kinderen voor zijn. We kunnen in de blijk onder de appelboom van Eus Morke een vader een moedertje spullen, stelde ze voor. Dan zeide gij de vader en dan zei ik mijn poppen gaan halen. Maar Lindert, die, even kijken of jullie het goed kunnen zien. Ik ga eventjes, dit vergeven jullie me wel. Even de camera iets dichterbij. Zo dadelijk word ik hier een professional in. En dan is het allemaal van tevoren, net als bij RTL Nieuws. Allemaal voorbereid. Dat hebben we momenteel nog niet. Dus zo, en dan deze hier. Kijk, nu kunnen jullie beter meelezen, snap je? Is het wel scherp genoeg? Ja, als ik een beetje naar beneden duw. Maar Lindert schudde minachtend het hoofd. Nee, weerde hij af, dat is flauw, flauwekul. Schooltje speulen dan, gij de meester... En ik en het kind. Nee, door heb ik niks mee op. Die kinderachtige spulletjes. Anneke trok grappige rimpeltjes in haar voorhoofd. Zo diep en gewillig dacht ze na om een spelletje uit te vinden dat de kromme niet kinderachtig zou vinden. En dat hij met zijn ongelukkig lijf toch zou kunnen meespelen. Het was lastig en zij vond niets. Maar eensklaps zei zij op levendige toon. Wedde wat, Anneke? Als gij water on wilt drogen, gom me door Gunter. Door de sloei uit is ne polder in din of maken.
Dat is plezant, meske. Dat is dus Lindert, hè, die dat zegt. Widde wat, Anneke, als gij water on wil droog, gewoon wie door Gunter door de sloei uit is, een polder in, den of morgen. Dat is plezant, meske. Anneke had niet het flauwste begrip van wat ze daar, van wat dat nou voor een spelletje worden moest. Maar ze stemde dadelijk toe. Haar was alles goed, als de kromme er maar plezier in had. Lindert, plotseling vol vuur, griste de krukken naar zich toe, liet zich van de regenbak glijden en Hompol sprong de tuin in. Anneke putte een emmertje water met veel vrolijk kettinggerammel en dof geplons in de weergalmende bak en haaste zich toen achter hem aan, scheef hangend in zwoegend gesjouw aan haar zware watervracht. Ze zette zich dicht bijeen, plat op de rulle aarde van het omgeschoffelde slaabed en de kromme schoof onverschillig zijn lamme been onder zijn lijf en nam geestdriftig de leiding. Het werd een opwindende, bijstellen voor jullie, het werd een opwindende fantasie. Eerst moest er een Haarlemmermeer, dat is een stuk in waar ik geboren ben, bij Amstelveen onder Amsterdam. Eerst moest er een Haarlemmermeer gemaakt worden, dan een dijk erom gelegd, een ringvaart gegraven, die ken ik ook, en het meer droog gemalen, precies zoals hij het op school uit de verhalen van de bovenmeester begrepen had. Een heel werk was het. Telkens moest zijn helpster weer om een nieuwe emmer water. Naarmate zij de bedoelingen van de knappe waterbouwkundige beter begon te begrijpen, raakte ook zij meer en meer in vuur en in schone eendracht kletterden zij in de vet en vetter wordende natte klei, kneden dijkjes, streken die met strelende vingers netjes glad, ploeterden met opgestroopte mouwen in het modderige water, groeven kanaaltjes en sloten, tot eindelijk het meer tot de laatste druppel was drooggelegd. De ringvaart prachtig vol blinkend water stond en de nieuw gewonnen polder gereed lag om bebouwd te worden. Tevreden bekeken zij een poosje het resultaat van hun ingewikkelde en welgeslaagde arbeid. Maar de vindingrijke ingenieur was nog lang niet tevreden. Zoek eens wat kittel... Stotter. Zoek eens wat kittelkijkers, beval hij driftig. Eén brengt een flinke buzel gras en klover mee. Oh ja, één en breng een flinke buzel. En brengt een flinke buzel gras en klover. Dus gras en klaver. Meer. Gehoorzaam sleepte Anneke het bestelde aan en toen werden er wegen aangelegd, boerderijen gesticht, molens en stoomgemalen en een dorpje bij de dijk. De wegen werden bezoomd met iepen die bloeiende graspluimen waren. Vruchtbomen van klaverbloemen stonden achter de boerderijen en de velden werden beprikt met groene sprietjes. Dat was het opschietende koren. Stukjes schors van de appelboom werden te drijven gelegd in de ringvaart en dat verbeelden tjalken en klippers die met volle zeilen de wereld invoeren. Tjalken en klippers, dat zijn boten. Toen overzagen zij opnieuw hun werk
en zuchten van voldoening en bewondering en lachten blij naar elkaars stralend gezicht. Het was een prachtige polder geworden. Kijk eens waar een lekkere lommer op de wegen, riep de Kromme. Daar kuierde voor je plezier op, meid. Nou, bewonderde Anneke, ik zou er geren genoeg eens willen. Geren betekent graag. Ik zou geren nog, graag nog een keer. Zij liet twee vingers trip trap over de weg tippelen. Kijk, daar goot een boerke, die kuier naar het dorp. Lindert keek glimlachend toe, dacht na over het verdere verloop van het spel. Plots riep hij, wacht eens eventjes. Hij zocht kleine kluitjes droge aarde en lei die hier en daar in de polder neer. Onderwijl verklaarde hij, dis de puit. En das drikkes bers. En hier stoon Jon Verhoog, peer te butten. En door is de... Die? Jullie lezen met me mee, hè? Maar hoe moet je dat uitspreken, man? En door is Dinoa. Die Genoa. Doris Tien Genoa, de wilde, die valse kat. En die is een dik kop van tril. Waar moet dat? Vroeg Anneke verwonderd. Stil, beval Lindert kortaf. Wacht maar, hier. De schelen verhoord. Dan die moet de tarwee. En dit is den ossekop van den Utbrechts. En door dien blauwe, den blauwe van de slachter. En Gobreel Oetelmaans. Gobreel is denk ik Gabriel, denken jullie. Oetelmaans. Geamuseerd keek Anneke toe. Het halve dorp had hij al in de nieuwe polder ondergebracht. En wij, vroeg ze, waar zijn wij nou? De Kromme, verdiept in zijn plannen, keek verontwaardigd op. Blijft moeilijk om het scherp te houden. Ik geef even aan de camera, Frotter. Ja, dat is beter. Wij, riep hij dan, grinnikend. Wij wonen hier. Om de andere kant van de Ringvoort. Niet in de polder? Vroeg Anneke teleurgesteld. Zij voelde zich verongelijkt. Uitgestoten, eenzaam. Nee, van ergens niet. Zot in, grijnste Lindert boosaardig. We zijn toch zeker niet stapelzat om in zo'n verrot poldertje te gaan wonen. Ik zag nog liever bij al die steenezels zeker. Als ze verrekken, kijk hier. Nou komt er een grote sturm. En nou breekt een dek deur. Hier, zie. Vol welbehagen haalde hij twee vingers diep door het modderige dijkje en met eenmaal gulpte het troebele water uit de Ringvaart klokkend de polder binnen. Anneke schreeuwde angstig, maar de Kromme juichte in triomf. Nou versuppen ze allemaal. Oze ze sparameteren. Kijk ze spartelen. Nee, mannekes, dat geeft allemaal niks. Verzuip zullen jullie, verzuipen. Zijn stem sloeg over van drift en uitbundige vreugde.
De polder was volgelopen. Hier en daar stak triestig een graspluim boven het modderige water, waar kleine draaikolken witte schuimvlokjes wiedend naar hun midden zogen. Van de mensen of de huizen was niets meer te zien. Het gericht was voltrokken. De Kromme had met één slag al zijn meest gehate vijanden terechtgesteld. Diep voldaan woelde hij met zijn zwarte handen in de overstroomde polder. Zuchtte hij. De ar is ook niet gedocht, Anneke. Verzopen als ratten, zijn ze. En wij zijn lekker in het leven gebleven. Ook een geluk, Amanoa aan de andere kant woonde, zei het meisje. En in haar wijd open ogen lichtte schril de schrik om de ramp die daar zo plotseling over de polder en zijn... Beetje naar boven weer. En zijn argeloze bewoners was neergestort. Die arme mensen. Kromme. Zo gezond. En zo verzopen. Wat een ongeluk. Net goed. Grinnikte Lindert wraakzuchtig. En schoon. Opruiming. Al die vergemeense Judassen. Verdiend loon. Anneke keek hem aan. Zijn ogen schitterden in harde triomf, zijn wangen waren hoogrood en zijn mond stond vertrokken in een scheve, grimmige, vrede, een scheve, grimmig, vrede grijns. Opzij gebogen lag het opgewonden, wraakgierige gezicht tussen de hoog opspitsende schouders en Anneke vond niets terug van het hoofd dat ze daar straks zo lief genoemd had. Ze was een beetje bang voor hem. Zijn flikkerende ogen leken koolzwart en staarden uit hun diepe kassen strak naar het onverschillige water waaronder zijn weerloze slachtoffers rampzalig verdronken lagen. Ik heb hem toch mee te doen, beklaagde zij de verongelukte zacht. Zeker die lamstrolen, zei de Kromme minachtend. Gij is allemaal vermoord. Is dat... Gij is ze allemaal. Je hebt ze allemaal vermoord. Gij is allemaal vermoord, jammerde Anneke. Ja, allemaal, bevestigde hij tevreden, met kalme, effen stem. Annekes vage vrees sloeg om in afschuw en verontwaardiging om zijn koude bedaardheid tegenover zo gruwzame gebeurtenis. Moordenaar! Moordenaar is het. Moordenaar! Schimpte ze bits. Gezet een moordenaar gij! De Kromme die knikte. De vreselijke benaming verschrikte hem niet, maar gaf hem een heimelijk gevoel van voldoening en kracht. Hij wou wel een moordenaar heten, als hij zijn gemoed eens koelen kon op al die sterke, gezonde beren, die bevoorrechte schoeilies, die hem het leven ondraaglijk maakten, zoals vanmiddag. Dan hief hij zijn ogen op naar haar boos en angstig gezichtje en lachte haar luchtig uit. Gezijdene zotin, gij. Een zotin, dat is een vrouwelijke dommerik. Gezijden, je bent een gek, jij. Je bent een gek. Je bent een vrouwelijke gek, jij. Gezijden, zotin, gij. Verklaarde hij geruststellend. Het is ommes, maar een spulleke. En even zuchtte hij nog, omdat het maar een loos spelletje was. Het had hem zo'n diepe, bevrijdende voldoening geschonken om al die gehate kwelgeesten met één forse slag te vernietigen, voor eenmaal de machtige, de allersterkste te zijn. Het had zijn verbitterde machteloosheid zo'n overheerlijke bevrediging gegeven. Maar het was enkel een spelletje natuurlijk. Hij was onze lieve heer niet. Maar als hij per ongeluk onze lieve heer is, was...
Nou, dan wist hij wel wat hij doen zou. Dan zou ze hem niet ontgaan. Grimmig zou je ze tuchtigen. De steenezels, de verrekkelingen, de laffe treiterkop. De laffe treiterkoppen. Gaan we de polder nou weer droog maken? Vroeg Anneke, gerustgesteld alweer. Nee, antwoordde Lindert mat. Ik zijn te moe. Ik ga hem wat uitrusten onder een appelboom. Hij spoelde de modder van zijn handen en polsen, veegde ze droog aan zijn broek, sloeg de mouwen van zijn buisje naar beneden en Anneke lachte. Verwonderd keek hij haar aan. Waar lacht om? We zijn nu op pagina 21. En dan gaan we de volgende keer door bij pagina 22. Dat ik precies weet waar ik gebleven ben. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u mooi... Ja, het is van A.M. de Jong, het is niet van mij. Wat maakt het uit? Nee, tjus. Voor de gezelligheid. Tot pagina 22.